De eerste spreker is Bart en die gaat ons meenemen in data, conversie, online marketing. Nou, allemaal hele ingewikkelde dingen. En waarom het zo ingewikkeld is, dat komt omdat Bart natuurkunde heeft gestudeerd. En dat heeft hij hier ongeveer 300 meter, gok ik, verder opgedaan in het Kramerslab. En dat was voordat we met Tamtam begonnen. En hij zat daar eigenlijk in dat lab, achter een heel groot Unix-scherm, data te crunchen en te internetten. Ik las internet uit de krant en Bart die deed het op zijn computer. En toen had hij op een of andere manier toch de beslissing genomen om met mij Tamtam te starten, terwijl hij ook een echte carrière had kunnen beginnen. En nu, 17 jaar later, ja, of het toeval is of visie, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar nu blijkt waarom die toch in 1996 met Tamtam is begonnen. Dat is namelijk dat data neemt de online marketing over. En daar gaat Bart jullie in meenemen. Bart, bring it on. Dankjewel. Dankjewel. Ik wilde hiermee beginnen. Dit is een tamelijk gewoon formulier. Je kan lid worden, je kan je aanmelden voor deze website. Ik heb daar een variant van, ook in beeld. Ik wil graag weten, wie vindt variant 1 de mooiste? Mensen, variant 1, ik zal ze nog eventjes naast elkaar zetten, dan kan je ze vergelijken. Variant 1, handen, variant 1. Maar, mooi. Variant 2, iemand? Ja, het is een kwestie van smaak, hè? Wat nou de mooiste is. Maar ik kan het ook gewoon lekker goedkoop en lekker plat maken. De variant rechts blijkt gewoon in de praktijk 50% meer dollars op te leveren. At the end of the line in de revenue die deze website genereert. Hebben ze getest, gewoon op basis van feiten. En of welke nou mooi of lelijk is, ja, lekker belangrijk. Lekker plat, lekker goedkoop. Dus in plaats van het begrip hippo, en dat staat voor de highest paid person's opinion in de zaal. En dat is altijd wel een, iemand met een mening. En die een variant kiest. Nou, en de stelling van vandaag is dat let's move on. Hè, we moeten volgens dit principe gaan leven. In God we trust. And all others bring data. Ik ga het vandaag met jullie hebben over het gebruik van data in online marketing en dat moet leiden tot het spelen van het spel Moneyball. En dat is wat we samen met onze klanten in de toekomst willen gaan doen. En inderdaad, het voelt goed om thuis te zijn wat dat betreft na 17 jaar. Lekker met data bezig te zijn. Can you count, suckers? Nike heeft het gepresteerd in de afgelopen 10 jaar om tientallen, honderden miljoenen mensen ter wereld vrijwillig hun sensoren aan te laten trekken in de vorm van Nike Plus chips in renschoenen of Fuelbands. Allemaal sensoren die verbonden zijn met hun databases. En zij leggen elke beweging van deze mensen vast. En ze verzamelen data en ze kunnen hun klanten op een manier bereiken die voorheen niet voor mogelijk werd gehouden. Dit is een voorbeeld van het lange termijn gestructureerd nadenken over het inzetten van data in je online marketing. Nou, een ander bekender voorbeeld is deze meneer die ook redelijk wat data verzamelt, Mark Zuckerberg. En dit was deze cijfers zijn van januari van dit jaar en dat zullen inmiddels vast al wel meer zijn. Nou, het is allemaal heel groot, lijkt allemaal heel ver weg. En daarom wil ik het nu klein maken
en het gaan hebben over dingen die wij ermee willen gaan doen. Ik wil twee onderwerpen behandelen. Ik wil het gaan hebben over conversie en over profiling. Maar ik begin met conversie. Ja, conversie, even heel simpel gezegd, dat is het bereiken van het doel. Waarom doe je dingen online? Waarom zet je landingpages, formulieren, winkelwagens online? Om te zorgen dat die bezoeker aan het eind van de rit iets doet. Een afspraak maken, hij wordt lid, hij dient de aanvraag in, telefonisch contact, een reis boeken, verzekeringen afsluiten, een abonnement nemen of hij wordt donateur. Dus een bepaald doel wat je voor ogen hebt met het online zetten van mooie pagina's. Nou, het punt is, zo'n doel wordt in de regel niet in één keer bereikt. De bezoeker die gaat door verschillende stadia heen, die klikt wat rond, die doet wat dingen. En die loopt door wat wij noemen de conversiefunnel. Gaat stap voor stap, trek je hem als het ware je site in en je brengt hem naar het doel wat jij hoopt te bereiken. De truc is om te zorgen dat die stapovergangen van boven naar beneden door die trechter heen, dat je daar zo min mogelijk water morst. Dat er zo min mogelijk mensen buiten de boot vallen, oftewel omgedraaid, zoveel mogelijk mensen naar die volgende stap gaan, zodat je aan het eind van de rit zo hoog mogelijk aantal mensen over hebt. En een van de belangrijke dingen om dat te doen, is om in ieder geval te zorgen dat je het meet, dat je in ieder geval weet hoeveel mensen dat doen, want dan kan je in ieder geval gaan interpreteren van nou, hoe goed zijn mijn formulieren of hoe goed zijn mijn landingpages. Maar je kan het ook gaan testen op het moment dat je het in beeld hebt. En dan kom ik even terug op waar ik het praatje mee begonnen was. Alles wat je online zet, elke pagina, elke landingform, elk formulier, kan je varianten van maken, vrij eenvoudig. En het gaat erom om te kijken welke varianten presteren nou in de praktijk, in real life, out there, het beste. Dit is een voorbeeldje. Het enige verschil, deze test hebben wij gerund. Het enige verschil wat je hier ziet is het omhoog brengen van een knop. Nou, deze test hebben we een paar dagen gewoon eventjes als spielerij aangezet. Het is een spielerij, dachten we. Maar dat leverde de volgende resultaten op. Wat je links ziet is in absolute getallen, wat je rechts ziet is in percentage, zelfde grafiek. Dat is een testje van 3 dagen. En je zag hier dat 70% hogere click-through rate was door dit aanvraagformuliertje heen. Dus dat is, als je het niet had gedaan, had je behoorlijk wat bezoekers. En uiteindelijk down the line, want deze bezoekers komen op de website van de hypotheker, die gaan daar verder en die maken uiteindelijk een afspraak. En dat zijn allemaal stappen door die funnel heen en uiteindelijk zijn de mensen die in de winkel kopen en komen en een hypotheek afsluiten, levert gewoon geld op. En dat is, dit vertaalt zich rechtstreeks naar geld. De testen, je test verschillende varianten, je kijkt welke de beste conversies opleveren en die versie hou je. En dan kom je een beetje bij een soort van filosofisch of principieel punt van design versus testen. Waarom werkt iets nou beter? Dat ga je vaak afvragen van nou, dit formulier werkt beter dan het andere. En de stelling is het belangrijk? Vind je het mooi of lelijk? Ook het voorbeeld waar ik in het begin mee begon. Designers vinden vaak vanuit bepaalde design principles dat bepaalde dingen wel of niet belangrijk zijn. Maar in de praktijk kan het heel anders uitpakken. En in mijn stelling in de online wereld is uiteindelijk het resultaat wat telt. Goed. Ik wilde even doorgaan naar deel 2. Profiling. Ook een belangrijk middel om uiteindelijk tot betere resultaten te komen. Last month you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Yeah. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Ja.
En zo is het. Ik denk dat de film van jullie het filmpje wel kennen. Het is eigenlijk een reclamespot voor Belgische banken. Met de belangrijkste boodschap is waak over je online privacy. Don't overshare, dat soort zaken. Maar dat kunnen we ook even omdraaien, want dat is een vrij negatieve boodschap, angst over privacy. Maar vanuit marketingperspectief is een belangrijk gegeven dat er zijn heel veel mogelijkheden om je bezoekers al te leren kennen voordat ze bij wijze van spreken één klik op je website hebben gedaan. En de oproep van vandaag is: laten we daar ook gebruik van maken. En een ander goed voorbeeld daarvan is dit, en dat is wat eenvoudiger. Dit is een hotelboekingswebsite. En op een gegeven moment werd daarvan bekend dat aan Mac-gebruikers, dat zie je links, werd een andere selectie van hotels getoond, een gemiddeld duurdere selectie van hotels getoond, dan aan PC-gebruikers. En waarom? In de praktijk blijkt, dat konden ze meten, dat Mac-gebruikers in het algemeen ook duurdere hotels boeken. Dus dat kan je ze ook het beste laten zien. En dat, nou, daar zit dan weer een demografie achter, demografisch gegeven, dat Mac-gebruikers in het algemeen iets meer te spenderen hebben. Als je ziet, nou, nummer 2 en 3, dat is nog omgedraaid. Maar daarna nummer 4 en 5, daar zie je al een voorkeur links bij de Mac voor duurdere hotels. En 6 en 7, dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Dat zijn de veel duurdere hotels dan die rechts staan. En dit blijkt dus in de praktijk te werken. Nou, dit is eigenlijk gebruik maken van één vrij simpel gegeven. Namelijk, wat voor PC komt deze bezoeker mee binnen? Om je site op aan te passen. En dat kan je een signaal noemen, zo'n gegeven. En uiteindelijk kan je tientallen verschillende signalen identificeren die je kan gebruiken in het samenstellen van het profiel van je bezoeker. Zijn locatie, zijn taalinstellingen, zijn device soort, zijn browser, dat soort zaken. En dat geeft al hele waardevolle informatie over wat voor soort bezoek het is en kan op basis daarvan gaan profileren. Nou, zo'n profiel van een bezoeker opbouwen, dat bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Het eerste deel wat ik liet zien, zojuist met de Mac en PC, dat is eigenlijk het online profiel. Dat is wat je zelf in de hand hebt als sitebouwer. Dat je weet welke kliks iemand doet, weet dus inderdaad welk device iemand zit, welke taalinstellingen, welke formulieren die invult, welke settings gebruiker kiest op jouw sites, apps en banners. Tweede pijler van het profiel is het sociale profiel. Oftewel, op het moment dat je Facebook Connect weet te leggen met een gebruiker en je kan zijn profiel of een deel van zijn profiel van Facebook inlezen of van Twitter, of van LinkedIn of van Twitter desnoods, dan heb je meer informatie over je gebruiker. De derde pijler van het profiel, en die is wat lastiger, daar wil ik zo dadelijk even wat dieper op ingaan, dat is het back-office profiel. Als een gebruiker van je website toevallig ook al klant is, en je kan dat identificeren, dan lijkt het me logisch dat je een bekende klant ook heel vriendelijk welkom heet op je website, dat je hem goed bedient, dat je laat zien dat je hem kent. Dus net als in een winkel, bekende vaste klant, wordt hartelijk begroet en krijgt, nou ja, de mooiere aanbiedingen. Zo werkt het, want zo hou je klanten vast. Dus je moet dit weten. Nou, op het moment dat je die drie pijlers goed op orde hebt, dan heb je eigenlijk bij elkaar het 360 graden profiel van je klant. En daar kan je hem beter op bedienen. Om nog heel even in te zoomen op dat back-office profiel. Links staat het web, wat wij doen, de websites, de banners, de apps. En daarmee genereren we online profielen. Maar de meeste organisaties hebben ook een back-office. Een CRM-systeem dat gebruikt wordt voor direct marketing, e-mails, andere campagnes, maar ook productiesystemen, financiële systemen, etc. Nou, dit is waar het ingewikkeld wordt. En dit is wat we in de praktijk doen en waar we denken nog wel wat meer te halen valt als we dit goed gaan doen en nog beter gaan doen. Wat er gebeurt namelijk is dat die website, die apps, die banners, die genereren informatie. Daarmee bouwen we die profielen. Met die profielen, die informatie leveren we ook vaak aan bij de meeste klanten aan de back-office. Zodat zij nog beter hun marketing kunnen doen. Gaat in hun CRM-systeem. En dat wordt weer gebruikt voor traditionele marketing. Maar hoe mooi zou het nou zijn als je de informatie ook de andere kant op kan laten stromen? Oftewel,
van wat er in die back-office gebeurt terugkoppelen naar online. Om zeker te weten dat zodra er een bezoeker binnenkomt, dat we hem echt kennen. Nou, dit zie ik in ieder geval als een van de grootste uitdagingen die we de komende tijd gaan doen. Om bij meer en meer klanten deze, nou ja, zeg maar eventjes, echte verbinding te leggen om te komen tot real-time 360 graden profielen die uit die drie pijlers bestaan. Zover over de profiling en conversiebeheer. Als afsluiter, je hebt gehad over wat wij nu gaan doen. Data-driven online marketing, wat we samen met onze klanten gaan doen. Maar het is wel interessant, je kan nog een stap verder gaan. Je kan ook gaan denken aan data-driven business. Ik heb daar een aantal voorbeelden die geënt zijn op onze klanten om na te denken hoe het gebruik van data ook echt de business van de klanten kan veranderen. Want dan ga je namelijk nog een stap verder dan ja, alleen maar slechts de conversie te optimaliseren. Dan ga je ook zijn business veranderen. Dit is een schema wat we gebruikt hebben in de presentatie aan Flora Holland. Flora Holland is de grootste bloemenveiling ter wereld en die zit op een schat van transactiedata. 40 miljoen transacties per jaar tussen 8000 kwekers en 4000 afnemers. Die transactiedata is een gigantisch netwerk. Dat is eigenlijk de Flower Graph. Zoals Facebook de Open Graph heeft, kan je zeggen dit is de Flower Graph. We kunnen inzichtelijk maken wie met wie handelt. Want de handel op zo'n veiling is tamelijk anoniem. De kweker rijdt zijn kar naar binnen, krijgt zijn geld, is blij. Een koper koopt hem. Geen contact geweest. Op het moment dat wij deze Flower Graph gaan dataminen en inzichtelijk maken, dan kunnen we de verbindingen tussen de kwekers en de afnemers tot stand gaan brengen. En dan kan dat leiden tot het beter afstemmen van vraag en aanbod. Oftewel aanbod op de vraag. Dat is de richting die we met Flora Holland opgaan. Dat was één voorbeeld. Nog een voorbeeld. Andere klant van ons is Rijkswaan, een grote zadenteler, levert zaden over de hele wereld aan plantenkwekers. En hoe mooi zou het nou zijn als zij in staat zouden zijn om hun klanten beter van advies te voorzien voor op de juiste momenten zaaien, oogsten, bewateren, belichten, bemesten, etc. Maar daar hebben ze wel data voor nodig. Wat je hier ziet is een plaatje van een sensor. En zij zouden bijvoorbeeld, dit is gewoon maar even bedacht, dat gaat misschien in de praktijk niet gebeuren, maar just for the idea. Ze zouden dit soort sensoren kunnen verspreiden onder hun klanten en die data verzamelen. Dit is gewoon een USB-stick die licht, temperatuur, vochtigheid meet. En die data verzamelen en daarmee hun klanten beter van advies voorzien. Maar toen ik dit zat te bedenken voor die klant, dacht ik, ja, USB-sticks, is een beetje, ja, een beetje onhandig. Die data, die is er al. Er zijn weather services die data met een hele hoge resolutie van overal ter wereld verzamelen. Kunnen ook die data gewoon gaan pakken. Want ze weten waar hun klanten zitten, geografisch gezien, waar hun velden staan. Ze kennen deze data, kunnen ze matchen en dan kunnen ze echt op maat advies gaan geven aan hun klanten. Nou, deze is speciaal voor Joost. Ik had je gezien ergens, maar nu even niet. Maar Oxio is natuurlijk bezig met zorgen dat de gebruikers de energie echt in eigen hand kunnen nemen, de klanten. Zorgen dat communities ontstaan die via gamification ook aan energiebesparing gaan doen. Maar hier ligt echt de fantastische toekomst van de smart grids, waar straks apparaten in je huis, je zonnepanelen, je HRE-ketels, je elektrische auto met elkaar gaan communiceren wanneer het beste moment is om stroom te produceren en wanneer het beste moment is om stroom af te nemen van het net. Aan de hand van spotprijzen, et cetera. Dynamische, automatische markten. Hier ligt een hele grote verandering in hoe we met energie omgaan, denk ik, in het verschiet. Gebruik maken van automatisering en van data. Ander voorbeeld. Deze ga ik even overslaan. Ik zie dat ik uit de tijd loop, dus ik ga deze nog wel laten zien. We hebben voor AstraZeneca een longpas-app gemaakt waarin gebruikers moeten invullen hoe ze zich voelen. En aan de hand daarvan wordt het profiel gegenereerd en kunnen ze zich monitoren hoe hun longziekte zich ontwikkelt. Maar ja, dat is handmatig invoer. Waarom niet gebruik maken van data van sensoren zoals die van Nike, de Fuelband, beweegt iemand genoeg om daarmee betere en accuratere data binnen te halen. Uiteindelijk levert dit soort data een health graph op.
En de allerlaatste, daar wil ik mee afsluiten. Heel slim gebruik van data. Elke autofabrikant doet het. Car configurators is de beste manier om zo vroeg mogelijk te voorspellen wat de toekomstige vraag naar nieuwe modellen gaat worden. Welke varianten, welke kleuren, welke motoren, et cetera. Kortom, de boodschap van vandaag. Het gaat over Moneyball. En volgens mij moeten we groot gaan denken, maar vooral klein gaan beginnen. En het gaat er allemaal om die gast aan de rechterkant te zijn en niet die gast aan de linkerkant. Dankjewel.